Hooggeëerd publiek, van harte welkom bij deze mei-editie van Literatuur Late Night. Met muziek erbij zelfs. We krijgen een lieder. Het is weer allemaal ontzettend officieel, want voor de mensen die vaker komen, zij weten dat allang. De mensen die nieuw zijn, voor hen is dit gloednieuw nieuws. Ik ga het hebben over de camera's die aan alle kanten hangen. De camera's die ons gaan volgen, die dit live registreren, die dit uitzenden op internet. Mensen kunnen dit thuis ook bewonderen of later nog nabekijken. Voor die mensen thuis is het aangenaam om te weten dat ik hier niet in mijn eentje op het podium sta en zomaar doe alsof daar een hele zaal vol mensen is. Maar dat die mensen thuis ook horen dat er mensen in de zaal zitten. Dus het zou gepast zijn, als u zo goed wil zijn, om zo nu en dan in lachen uit te barsten. Waarschijnlijk, ja, het liefst pas wanneer ik echt een waanzinnig goede grap heb verteld. Maar als u meent dat dat nu al was, ga vooral uw gang. U mag applaudisseren, u mag, eigenlijk mag gewoon alles wat er in uw hoofd opkomt. Als het maar enigszins aansluit bij de situatie op het podium. Op het podium heb ik straks te gast Erik-Jan Harmens. Ik heb te gast Bernlef. We hebben muziek van Kees Mayfield. Ik heb natuurlijk voor u weer een literaire evenementenagenda. En datgene waarvoor u speciaal komt, de quiz. Dames en heren, aan het eind van het programma kunt u winnen de boeken van de twee schrijvers die hier te gast zijn. Dus let u extra goed op bij alles wat wij hier gaan vertellen, waar we het over gaan hebben. Want wellicht komt het van pas. Waarschijnlijk helemaal niet, want de vragen staan al lang vast. Maar het zou zomaar kunnen helpen. Dan tot slot nog dit. Iedereen die hier vorige keer was en die op de website had gekeken, die had vermoed dat de presentator van dienst dit keer Abdelkader Benali was. Wel nu, voor sommige mensen is het een teleurstelling, voor anderen een opluchting. Hij kon niet. Hij zit in Syrië op dit moment voor zijn programma Benali Boekt. U zult het moeten doen met mij. Ik ben Oscar Kokke. Ik wens u een heel fijne avond. Veel plezier bij Literatuur Late Night. Mijn allereerste gast vanavond, Erik-Jan Harmens is dat. Dat was 10 jaar geleden, was hij de allereerste Nederlandse kampioen Poetry Slam. Kort daarna publiceerde hij zijn eerste dichtbundel, In Menigte, gevolgd door Underperformer en Gospels en Psalmen. Hij schreef poëzie-recensies voor Trouw, De Groene Amsterdammer en Het Parool, stelde de bloemlezing Ik ben een bijl samen en heeft inmiddels alweer 2 romans op zijn naam staan. In 2007 verscheen Kleine Doorschijnende Man en vorige maand lag daar ineens in de boekwinkels De Man die in zijn eentje de Olympische Spelen organiseerde. Dames en heren, ik vraag uw applaus voor Erik-Jan Harmens. Erik-Jan, welkom. Dankjewel. Je hebt je eigen flesje water al bij je. Ja. Wil je daar voor de vorm een glas bij? Of denk je nou, nee, laat ik maar rock'n'roll doen. Stoer, zo. Ja, nou, in dat geval ga ik ook op de rock'n'roll tour. Over rock'n'roll gesproken. Jij komt net terug van een tournee. Je hebt een tournee gehad door Amerika. Ja. Met collega's, schrijvers. John Schorl was daar. Joost Zwageman. Wie had je nog meer bij je? En Lucas Hirsch en Helene Gelens. En jullie hebben daar allerlei podia aangedaan waar mensen zaten te wachten op Nederlandse dichters. Nou, dat wisten ze nog niet dat ze dat deden voor het grootste deel. Hè. Dus ze waren niet bekend met ons werk, maar ze waren wel geïnteresseerd in wat Nederland aan poëzie te bieden had. Ze wisten wel dat er dichters kwamen? Of ja. Jullie vielen zomaar ergens binnen? Nee, het zijn geen verrassingsoptredens. Nee, we werden gewoon aangekondigd. Maar onder andere in New York, daar heb je het Poets House. Dus dat is een soort literair centrum, maar dan onderaan een wolkenkrabber. En daar hebben we voor gelezen. We hebben
bij de Republikeinse vrouwen voorgelezen, wat ook wel heel apart was. Het diner was ook wel aardig. Het is daar zo apart aan? Nou ja, daar kom je normaal gesproken niet. Sowieso kom je niet zo snel bij de Republikeinen en dan ook nog eens bij de vrouwen. Dus dat is net twee keer raak. Je komt normaal wel vaak bij de vrouwen, maar niet bij de Republikeinen. De volgorde. Ja. En in Pittsburgh zijn we geweest. En in Pittsburgh hebben ze, dat heet het The City of Refugee. En dus daar hebben ze dichters die uit hun land worden verdreven. Die krijgen daar shelter. Die krijgen daar onder. Ik praat nog helemaal Amerikaans, hoor je het? Ja. Leuk, hè? Nee, heel overtuigend. Dus die mogen daar verblijven. En dus we hebben opgetreden samen met die dichters uit Burma en El Salvador. Dus dat was... Die ook als een soort vluchtelingen. Wij waren dan vrijwillige vluchtelingen, zeg maar. Maar dat was wel een ongelooflijke roadtrip, ja. Hoe werd het opgepikt daar? Ik geloof dat we allemaal nogal moeite hadden met de vertalingen. Dus we stonden daar, zeker de eerste avond op de universiteit, op de Columbia University, stonden we enorm klunzig op het podium. En bij het derde kwamen we er echt goed in. En toen we bij de universiteiten in Pittsburgh voorlazen, toen vond ik het er redelijk professioneel bij staan, zeg maar. En ik had het idee dat het wel aansloeg, maar dat ze de Nederlandse versies leuker vonden dan de Engelse. Want die las je ook gewoon? Ja, en op een gegeven moment heb ik die Engels dan meer als een soort gebruiksaanwijzing voorgelezen, prozaïs zeg maar, en toen de poëzie op mijn eigen manier gedaan. En dat gegorgel, dat vonden ze mooi. Gegorgel? Nou, dan lees ik wat op een typische manier voor, maar om dat nou in het Engels ook te doen, vond ik heel erg raar. Het is heel erg raar om je eigen werk in het Engels voor te lezen. Ik denk dat in het Thai of zo maakt het niet uit. Zit je gewoon wat klanken uit te stoten, zeg maar. Maar in het Engels weet je wat je aan het voorlezen bent. En denk je, those are not my lines, dat was het. En een bevriende dichter die zei ook van, they don't have a pulse, zei hij over. Dus dat was ook wel een beetje jammer. They don't have a pulse. They don't have a pulse, dus er zit geen kloppend hart in. Oei. Maar samengevat was het dus een fantastische trip. En we hebben heel erg veel, er was ook wel een soort omgekeerd nationalisme. Wij als dichters redelijk kritisch waren over Nederland in de zin van waar Nederland nu staat en ook over onze geschiedenis en dergelijke. En die Amerikanen zaten daar, niet waar, jullie zijn fantastisch. Dus dat was een hele rare omgekeerde. Want een van de vragen waarmee jullie op pad gingen, de eerste vraag was waar is de invloed van de Amerikanen op ons werk, onze poëzie, onze literatuur. Maar andersom ook of jullie als Nederlandse dichters, of misschien moeten we het veel breder trekken, de Nederlandse literatuur, de Nederlandse poëzie, of die ook invloed heeft op de Amerikaanse literatuur. Ja. Wat is je antwoord geworden op die vraag? Nee. Nul. Nul. Niets. Ja. Nee, dat is gewoon niet zo. Ach. Nee, maar geeft niet. Dat is helemaal niet erg. Ik bedoel, dat hebben we toch niet. Dat zijn nou onze grootste dichters zoals Achterberg en Lutje Bert. Die hebben toch geen invloed gehad op de Amerikaanse poëzie? Ik denk het echt niet. Nee. Antwoord is nee. Dan is dat een goed voorbeeld. Ja, ik verzin er gewoon gelijk een bruggetje bij. Meedoen is belangrijker dan winnen. We gaan naar de Olympische Spelen. Want jij komt aan met een boek. Maar ja, de titel is het hele verhaal eigenlijk al. De man die in zijn eentje de Olympische Spelen organiseerde. Een gedachte die eerst bij je op kan komen. Ik zat eventjes lekker in die Olympische Spelen te duiken. Wikipedia, dat is echt leuk, daar moet je eens een keer kijken. Daar stond bijvoorbeeld de naam Pierre du Coubertin. Mm-hmm. De man die echt ooit, nou ja, bijna in zijn eentje de Olympische Spelen organiseerde. Mm-hmm. Wauw, we hebben er een plaatje van bij ons zelfs. Ja. Lang, lang geleden. Hij wilde weer zorgen dat de Olympische Spelen weer in ere werden hersteld. En hij heeft destijds ook nog voor geijverd dat niet alleen de sporten daar vertegenwoordigd waren, maar ook de kunsten. Dat bijvoorbeeld ook literatuur, dat is ooit een Olympische sport geweest, tot 1948. Ja, ja. Ja. Had je daar niet dolgraag aan mee willen doen? Nou, ik weet dat de Grieken die hadden ook wel een soort van poetry slam, hè? Ja, maakt het niet uit. Had ik daar aan mee willen doen? Nee, ik vond de poetry slam, dus dat is een wedstrijd poëzie voorlezen. Ik weet niet of iedereen dat weet. Dus dan heb je, zeg maar, dan ga je allemaal gedichten voorlezen en aan het eind roept iemand van dit is de winnaar. Dat is ongeveer het principe. Heel goed concept, ja. Mensen vinden dat wel heel leuk om naar te kijken. Maar toen ik dat had gewonnen, ben ik er ook meteen mee genokt. Dat was het dan. Dus toen was het klaar. Dus het wedstrijdelement vind ik verder niet zo heel erg interessant natuurlijk. Het is niet zo dat je dan naar huis gaat en denkt, yes, ik heb betere gedichten dan die anderen of zo. Dat is toch heel raar. Maar genokt ook... Gestopt, sorry. Ik versta je. Maar, dat is landsmeers dialect.
Maar was dat omdat je dacht, ja, als ik nou nog een keer mee ga doen, dan win ik misschien niet. Dat is mijn eer te na. Nee, het is heel stom als je niet meedoet om te winnen. En je wint, dan is het heel gek. Dus tijd echt een beetje, oké. Waarom ben je dan mee? Gewoon voor de grap, ik vond het wel heel leuk. Je wist toch dat de wedstrijd was? Ja, maar ik vind voorlezen wel leuk. Ja, ja, en niemand dwingt je om je in te schrijven voor een wedstrijd? Niemand dwingt je, maar ze vragen je. En dan kan je weer zeggen, dat lijkt me leuk om het te doen. En toen werd jij de allereerste Nederlandse kampioen Poetry Slam. Ja. En daarna, wie hebben dat daarna nog gewonnen? Hele rits. De laatste was, of de ene laatste was Ellen Dekwits. En de laatste ben ik even vergeten. Maar Krijn Peter Hesselink is ook weer, Sander Kolweek. Nou ja, van allerlei dichters die dan daarna vaak een bundel gaan publiceren bij een uitgeverij. Ja. Ellen Dekwits heeft bij Nijger van Ditmar gepubliceerd. Ja. Heel goed ontvangen. Ja. Dus toch een heel goede opstap. Waar dus maar Ellen Dekwits is ook gewoon een ongelooflijk goede dichter, snap je? Dus dat scheelt wel. Jij niet dan? Nee, maar ik bedoel, je hebt ook wel dichters die komen met een dubbele ratslag op en twee brandende fakkels en die winnen dan de Poetry Slam of zo, maar dan zijn het natuurlijk nog geen goede dichters. En Ellen Dekwits, of ze nou meedoet aan een slam of niet, is gewoon een goede dichter. We hebben net een plaatje gezien van die Pierre du Coubertin. We hebben nog een portret van iemand. Ik hoop dat het getoond kan worden. Kijk, wie is deze man? Dat is de hoofdpersoon uit mijn boek. Het is Ron van Dijk. Ron van Dijk heeft een eigen Twitter-account, Ron van Dijk 89. Dus dat kun je volgen als je dat leuk vindt. En jij dacht, ik zoek daar een plaatje bij van een man die voldoet aan alle eisen. Welke eisen moest hij voldoen om qua uiterlijk te kloppen? Ik had een aantal plaatjes. Ik dacht meteen, dit is hem. Hij kijkt ook heel erg joviaal. Hij is fan van Neil Diamond. Hij volgt ook maar één iemand, namelijk Neil Diamond op Twitter. Hij is professioneel organisator van de Olympische Spelen. En het is nog echt een officieel account ook. Verified account, ja. Voor de zekerheid maar bijgezet. Ja. Ron van Dijk, hij woont in een Vinex-wijk. Is geboren organisator, zegt hij zelf. Dat weet hij omdat hij maar liefst twee keer ceremonieleider is geweest bij huwelijken. Ja. Hij had ook een keer een surprise party georganiseerd, maar dat is min of meer het water gevallen. Ja, dat was een weeralarm. Ja, die drie dingen, dat is zijn claim to fame. Dat is zijn palmaris. Ja. En dan een slapeloze nacht daar in die Vinex-wijk. En hij denkt, ik ga even naar buiten, ik hoor wat luchtjes scheppen. En dan staat daar een magere Aziat en die vraagt hem... Die zegt dat Nederland en België de tender hebben gewonnen, het bid hebben gewonnen om de Spelen te organiseren. En die vraagt aan Ron van Dijk of hij daar de organisator van wil worden. Ja, dat vragen magere Aziaten. Ja, en hij vond het eigenlijk een heel goed idee. Dus hij zei dat is goed. En de volgende dag maakte hij zijn vrouw wakker en vertelde die dat hij dat ging doen. Dus dat vond ze in het begin wel onwaarschijnlijk, maar later wende ze aan het idee... En op zijn werk moest hij toen nog wel alles regelen met vrije dagen en dergelijke. Maar dat waren ze heel schappelijk. Ja, want hij werkte als logistiek medewerker. Echt. Dus, heeft een ontslag genomen. Ja, ja. Heeft zijn laatste vakantiedagen opgenomen om dat allemaal te kunnen doen. Hij heeft een hulp erbij genomen, zijn schoonzus. Ja, die was overspannen, dus die had heel veel tijd. Dus het is daarmee niet helemaal waar dat hij in zijn eentje de Olympische Spelen... Nou, in zijn beleving, dat is natuurlijk, in zijn beleving zijn er natuurlijk heel veel mensen bij betrokken, maar hij heeft gekozen voor een decentrale organisatiestructuur. Dus, dat spaart overhead kosten uit natuurlijk. Dus hij doet alles ook vanuit huis. Hij doet alles vanuit huis. Er is wel een kantoor, maar daar komt hij zelden. En hij doet eigenlijk alle instructies aan zijn personeel, doet hij vooral via e-mail. Maar belangrijke mededelingen, dan geeft hij een... ik weet niet of jullie e-mail een beetje kennen, maar je hebt in dat programma Outlook... heb je de mogelijkheid om prioriteit te geven aan een mailtje door op een soort uitroeptekentje te klikken. Dat doet hij dan, zodat mensen begrijpen dat het een echt belangrijke mededeling is. En een leesbevestiging. Is dat. Leesbevestiging, ja. Maar dat heel veel mensen die antwoorden dan... Want het is heel ingewikkeld, maar als jij vraagt om een leesbevestiging, moet die ander dat accepteren en dat doen ze dan niet. Omdat ze natuurlijk niet bestaan, maar hij denkt dat ze dat doen omdat ze zijn best. Dus dat is een beetje te gek. Hij krijgt van zijn schoonzus Angelique allerlei tips hoe hij dit beter kan aanpakken. Zij is echt een helder licht, zij heeft alles in de gaten. Ja. Een van de tips is die Twitter-account openen. Ja, je moet een community natuurlijk onderhouden. Ja, en dan heb je een hashtag en dan heeft hij een aantal ontzettend goede tweets online gezet. Duizendste volger krijgt een voucher voor een gratis frisdrank medium. Ja. Wat hebben we nog meer in de aanbieding? Ah, het gaat om het momentum. Ja.
En hij heeft de prullenbak op zijn bureaublad geleegd. Ja, dit zit jij dan allemaal lekker, al maanden geleden ben je hiermee begonnen. Ja. Hoeveel pret heb je als je dat zit te doen? Ja, heel erg veel. Op een schaal van 1 tot 85? Ja, 100. Nee, het is ontzettend leuk om te doen. En het is ook... het is ook wel... het is heel grappig dat hij bijvoorbeeld om de week... ik heb er nu een paar nog laten staan. Een aantal heb ik verwijderd. Maar hij heeft echt heel vaak heeft hij al bijvoorbeeld naar Macro getwitterd dat hij zijn pasje kwijt is. En dan krijgt hij elke keer van Macro, van een hele lieverd bij de Macro, steeds van, ja, dan moet je me bellen en dan krijg je groetjes aan een micro. Of, weet je? Dus ontzettend lief is dat. Dus hij communiceert ook gewoon met de buitenwereld. Ja. Hij krijgt daar echt reacties op. Ja, Wat bezielt deze man? Ik denk dat hem bezielt wat heel veel mensen bezielt, namelijk dat ze boven hun kracht willen tillen. Dus ze willen iets doen waar ze eigenlijk het talent niet voor hebben. Ik zit zelf met één poot in de literatuur en één poot in het bedrijfsleven. En ik ken heel veel mensen, waaronder mezelf, die er een sport van maken om dingen te willen die ze helemaal niet kunnen. Waar ze ook helemaal geen talent voor hebben. Jij bent chief content voor een bureau voor strategische communicatie. Dat bureau doet corporate storytelling. Nou, hoppakee. Leuke baan, jongen. Ja, nee, dat klinkt ontzettend goed. Maar vertel eerst eventjes, wat betekent dat in vredesnaam? Nou, ik verander mijn functienaam gewoon ieder jaar. Want dan houdt het een beetje fris. want dan heb je meteen een reden voor klanten ook. Dat je weer langskomt, weet je. Dus dat is wel leuk. En... Nee, we zijn een communicatie. Het is een communicatiebureau, dat heet Citygate. Gewoon een Engels bureau. En daar hebben ze heel veel behoefte aan verhalen. Dus aan speeches voor bestuursvoorzitters. Mooie verhalen voor op het intranet of zo, voor je jaarverslag. Maar ook bijvoorbeeld een mooi kerstverhaal of zo, dat doe ik heel vaak. Dus ik schrijf gewoon verhalen en pretendeer daarin zeg maar, heel goed te zijn. En dat is, het leuke daaraan is dat ik het maar 2 dagen of zo hoef te doen. En dan de rest tijd heb om zonder verder gedoe gewoon te schrijven. Dus het geeft mij een enorme vrijheid. Het enige is dat je niet... Je moet wel stoppen met slapen, zeg maar. Dat is het enige nadeel. Maar stoppen met slapen? Nou ja, omdat je als je en werkt en boeken schrijft en optreedt... Dan schiet het slapen er gewoon voortdurend bij in. Maar. Wat vreselijk. Maar dan krijg je een opdracht, moet je dan op zo'n kantoor langs om daar eventjes de sfeer van het bedrijf te proeven? Nou, vandaag moest ik werken voor een bedrijf die doet in koffie. En die willen dan een soort verhaal schrijven over de authenticiteit van koffie, maar dan echt. Snap je? Want die hebben dan al die kutbureaus al gehad die allemaal zogenaamd authentiek zijn of zo. En dan probeer ik dan daar iets anders op te verzinnen, zeg maar, waardoor het een beetje echt lijkt ook en niet alleen maar echt schijnt. En daar leer jij heel veel mensen kennen die... Ja, daar leer ik heel veel mensen kennen die bijvoorbeeld... Nou ja, je hebt heel veel mensen die je groeit altijd. In een onderneming is alles gebaseerd op groei. Een carrière is gebaseerd op groei. Dus je gaat steeds hoger en hoger. En iedereen wil ook groeien. Ik heb ooit wel gemanaged, dat doe ik al heel lang niet meer. Maar toen ik dat ontdekte, kwamen heel veel mensen bij me en zeiden van... ik wil dit, ik wil dat, ik wil senior worden. Zo. Geen idee waar het over gaat en wat je daar allemaal voor nodig hebt. Weet je? Dus dat is het hele punt. Mensen willen dat wel, maar ten eerste worden ze er niet gelukkig van. En ten tweede kunnen ze het vaak ook gewoon niet. Dus ook niet erg, maar je moet het wel even dat vatten of zo. Al die mensen die willen hoger in die organisatie. Sowieso moet alles altijd hoger. En alles meer. En alles verder. En alles sneller. En alles, weet je? Maar je kan ook zeggen, ik ga mezelf eens degraderen. Dat kan enorm verfrissend zijn. Ah. Ja, als je opeens junior bent, dan betekent dat je alleen maar lekker, weet je. Dan kan je lekker s'avonds de kroeg in en met een halve kater op kantoor. Dat maakt niet uit of zo. Je verdient wel wat minder, maar ja, god, dat maakt ook niet. Weet je? Dus het is, jezelf degraderen kan echt heel verfrissend. Ik heb mezelf 2 keer gedegradeerd. En je naam weer veranderd of je functie omschrijven. Ja, nee, maar ik had dan die functie omschrijven en dan was het ook nog, daar hoorde dan ook nog bij van director of zo, weet je. En dan op een gegeven moment had ik niks. Dan had ik zo'n visitekaart met alleen mijn naam. Er snapte niemand meer wat van. Ben jij nou senior of junior? Nu ben ik director. Ah ja. Maar dat boven hun, boven hun eigen kracht opdrachten aannemen, groter willen groeien, dat is duidelijk iets waar we onze Ron van Dijk aan leidt. Ja. Wat komt hij allemaal tegen tijdens het organiseren van die Olympische Spelen?
Nou, vooral toch dat je op heel veel dingen tegelijk moet letten. Ja. Zeker als je medewerkers gewoon niet thuis geven, dan wordt het heel erg lastig. Want dus je moet en de stadions bouwen en de vergunningen regelen en de logistiek en de hele infrastructuur aangelegd worden. Hè? Extra spitsstroken, weefstroken, dat soort dingen. En je moet natuurlijk al die atleten moeten natuurlijk, die gaan hun limieten lopen, maar dan moet je ook allemaal weten wie dan komen en hotels natuurlijk. En op een gegeven moment denkt hij ook, fuck, de Paralympics, weet je, dat is dan helemaal vergeten. Dus dat, maar goed, hij blijkt mee te vallen. Hè? Nou, hij bedenkt zich dat België, die Belgen, want het was een gezamenlijk bid van Nederland en België, en die Belgen hebben nog helemaal niets gedaan, dus dan besluit hij dat de Paralympics gaan dan naar België. Ja. Maar we moeten wel beseffen, de man die in zijn eentje de Olympische Spelen organiseerde, die krijgt dat wanneer te horen, anderhalf jaar voordat die Spelen dan daadwerkelijk plaatsvinden. Ja, het is wel een krap tijd, ja. Ja. Maar het is, kijk, wat hij denkt is, van, hij weet wel dat hij achterloopt. Hij weet dat hij achterstand heeft. Want er is nog geen enkele paal de grond ingeslagen een half jaar van tevoren. Dus dat is echt wel kielen, zeg maar. Maar wat hij dan denkt is, dat hij denkt, ik concentreer me op een klein gedeelte van die hele to-do-lijst, zeg maar. En als dat kleine gedeelte lukt, dan ontstaat er dus momentum. En in dat momentum gaat dan de rest wel mee. Dus hij heeft twee dingen die hij aanpakt. Ten eerste, er is wel degelijk een atletiekbaan, waar een Keniaan op de vlucht zeg maar testrondjes loopt, ja. De hele tijd. En de bak met water controleert. Of die voor de steeplechase run. Ja. Dus dat is één ding. En het andere zijn de broodjes. Ja, de catering. Ja. Ja. Maar dat is natuurlijk heel lastig, want er komen heel veel atleten en de ene moet weer kosher en dan halal. En zo. Dus dat is een enorm gedoe. Maar toch, hij komt best ver. Als ik die twee dingen nou heb, dan gaat de rest mee. Dus dat is zijn managementfilosofie. Dus hij heeft wel een management of een organisatiefilosofie. Die heeft hij wel. Heb je een klein beetje compassie met deze man? Heel veel. Ja. Heel veel, ja. Ik vind hem ongelooflijk positief ingesteld. En het is pas op het laatst dat hij echt doordraait. En ik verklap nog niet te veel als ik zeg dat hij op een gegeven moment is hij het echt zat. Dat is redelijk aan het eind van het boek. En dan denkt hij van, ik ben nu bij het Olympisch Stadion. En nog steeds is er geen begin gemaakt met de afrit. Er moet natuurlijk een extra brede afrit komen, want anders kan al dat verkeer het niet aan. Dus hij vraagt zijn PA om daar te parkeren. Dus zijn PA, dus zijn assistent, Angelique, die parkeert de auto. En dan gaat hij zelf graven. Dus hij gaat zelf met een schep zeg maar dat gras omspitten, zodat er een begin wordt gemaakt met het aanleg van die afrit. Dat vond ik een heel ontroerend moment, omdat je daar van hem ziet dat hij heus wel wil. Weet je? Hij is goed, zijn bedoelingen zijn op zich goed. En dan heeft hij in één keer de politie op zijn dak, want het schijnt niet helemaal de bedoeling te zijn dat je zelf een spade te hand neemt. Maar zelfs dan heeft hij nog begrip voor die agent dat ze hem niet kennen, want de organisator is natuurlijk de man achter de schermen, dus dit is niet een figuur die iedereen kent. Dus, ja. Tenzij je zijn Twitter volgt. Ja, maar hoeveel volgers heeft hij? 23 of zo, dat schiet niet op. Nee. Kan je een passage voorlezen? Ja, wat ik in het boek vaak doe, is dat ik alsof ik een camera heb, zoom ik eerst even helemaal uit. Dus in dit geval zoom ik uit en ga ik even naar een kippenslachterij. En vervolgens zoom ik weer in en zijn we in het verhaal. Dus voordat jullie denken van, wat gaat hij nou doen? De medewerker van de kippenslachterij zette een deur open tegen de lucht. Het was halverwege de dag, al was het pas 10 uur, maar hij was vroeg begonnen om een bestelling op tijd klaar te hebben. Hij rookte niet, maar nam af en toe wel een trekje van de sigaret van de administratrice, die in het niets keek en hardop droomde van een zangcarrière. Die ambitie zette ze kracht bij door een paar regels te zingen van een lied dat hij niet kende. De medewerker knikte om aan te geven dat wat hem betreft haar kostje was gekocht. Bij het uitblazen van de rook knikte hij de chauffeur van de oranje vorkheftruck toe, die langs de kippenslachterij stoof en een bocht naar links draaide, de woonwijk in, met op zijn lepels een pallet waarop enkele tientallen witte dozen meewiebelden in het ritme van de verkeersdrempels. Voor het huis van Ron van Dijk hield het voertuig halt. Er werd aangebeld. Irene, dat is zijn vrouw, riep de naam van haar man, maar het was haar zus, Angelique dus, die naar beneden kwam en voor akkoord tekende op de opdrachtbon. Op zolder opende de PA een doos en legde in de handen van Ron van Dijk een zak met 6 afbakbroodjes. Afbakbroodjes, zei Van Dijk.
Klopt, zei Angelique. En die hadden we nodig ook, want er was sprake van een hiccup. Wat voor hiccup? Hoezo een hiccup? Wat is je verhaal? Nou, antwoordde Angelique, die er even voor ging staan en het nodige te zeggen leek te hebben. We mogen hebben becijferd hoeveel broodjes er nodig zijn, maar we hebben nog niet gedacht aan de beperkte houdbaarheid van de voedselwaren. De spelen vinden plaats in de zomer. Dat eten bederft. Er zullen vliegjes zijn en mieren en bacteriën. We kunnen of allemaal een krant tot ploertendoder rollen en met het provisorische wapen op beestjes inslaan, één voor één, en bacteriën de oorlog verklaren met allerhande sprays. Of we geven ze de gelegenheid niet door niet dagelijks vers brood in te kopen, maar een batterij ovens te plaatsen waarin we pre-baked rolls gaan afbakken op bestelling. Baking on demand. Ik zie vriezers voor me rond, enorme dubbeldeurs vriezers. Komt er één klant voor een kleine stok met kaas, dan maken we die. Komen er 50 klanten voor een kleine stok met kaas, dan maken we die ook. Bake off en make off. Het aanbod volgt de vraag. Wat we niet uitventen, verkopen we morgen. En de diepgevroren broodspecialiteiten komen gewoon eens per week binnen in plaats van eens per dag. En dan hebben we een dip, dan bestellen we minder. Alles tailor-made. Je schiet nu zelf al in de lach. Volgens mij heb je heel veel lol gehad tijdens het maken van dit boek. Ja, ik heb wel heel veel lol gehad, maar ook wel heel erg veel... Kijk, op het moment dat je eenmaal aan het verhaal gewend bent, zeg maar, dan wordt het vooral ook heel vertederend of zo. Dus voor mij is het zeker geen satire. Het is meer, toen ik klaar was, moest ik denken aan dat boek van Kafka, Die Verwandeling, waarin hij 's ochtends wakker wordt als gigantische kever. En dat je ook denkt van ja, dat kan in principe niet. Maar als je als lezer meegaat, dan ben je eigenlijk al voorbij dat rare idee gestoven. En ben je in het verhaal en voel je met hem mee hoe hij niet wordt geaccepteerd door zijn familie. En hoe dat eten dan zo'n beetje om de deur van hem heen wordt gegooid. En weet je, dus dan voel je mee met hem als kever. Je leidt met hem mee, zeg maar. In dit geval ook. Als je gelooft dat hij die spelen organiseert, dan wordt het treffend. En dan zou je hem bijna, ik zou hem wel willen helpen. Dus dan denk je, zal ik iets doen, weet je. Misschien die stadions eens aanvegen of zo. Weet je, dat idee wel heel erg. Want hij doet zijn best. En als je jezelf opsluit om zo'n hele poos, hoe lang heb je eraan gewerkt? Nou, ik heb er ongeveer 20 jaar over gedaan om het echt, maar toen uiteindelijk het schrijven, denk ik, 1,5 jaar of zo. En als je die 1,5 jaar duik je in zo'n verhaal, naast die pret, naast de ontroering, wat levert dat op? Is het ook een onderzoek voor jezelf? Ja, het is mijn tweede roman. En mijn eerste roman was te moeilijk. Te moeilijk? Ja. Voor de lezer of voor jou? Voor de lezer. Ik heb zo'n prachtig boek van Stephen King gelezen. Dat heet Over Schrijven. En daarin zegt hij van, als je een roman schrijft, dan schrijf je de eerste versie van de roman met de deur dicht. En de tweede versie met de deur open. En ik ben bij dit eerste boek, bij de versie 1, blijven steken. En het is me zeer dierbaar, dit boek. Het wordt ook binnenkort heruitgegeven, maar dan heb ik het wel even versie 2 gemaakt. Dus ik heb hem herschreven. Dus ik ben daar heel, gaan open. Heel erg blij mee. En het heeft niks te maken met dat je een bestseller wil maken of weet ik veel, of een commercieel motief. Maar het is natuurlijk wel aardig als een lezer er iets mee kan, hè? Als hij op enige manier de kans krijgt om er chocola van te maken. Hier heb ik het wel heel erg moeilijk gemaakt. Dus daarmee kan je, weet je, dan kan je het voor jezelf ongelooflijk feestel maken, maar je hebt natuurlijk wel anderen nodig die het dan geleverd. Dus het was een onderzoek om wel mijn stijl te behouden en tegelijkertijd een boek te schrijven wat ook nog leesbaar is. En als het dan leesbaar is, je zei ook al in een eerder interview waarmee je dus ja, toch echt een unieke positie in de literaire wereld verwerft. Jij zei, het is onzin als mensen beweren dat ze alleen maar voor zichzelf schrijven. En natuurlijk schrijf je met het oog op een publiek. En wil je hen een verhaal vertellen, wil je hen iets meegeven? Wat wil je de mensen meegeven?
Ik geloof dat het niet zo erg is als je iets niet kan of zo. Dus het is falen is prachtig. Ik heb zelf, ik denk dat dat ook wel de onderliggende laag is. Ik heb dit boek ook geschreven midden in een hele hevige burn-out. Dus dat was een ongelofelijke puinhoop in mijn hoofd en in mijn lijf, zeg maar. En daarom, en dan tegelijkertijd een roman schrijven is, don't try that at home. Dit boek heeft daar ook wel iets mee te maken natuurlijk, omdat dat een burn-out komt ergens vandaan. Een burn-out komt bij mij vanuit dat boven mijn macht tillen. Vanuit het willen bijvoorbeeld en willen schrijven en daarin een soort van naam willen krijgen of mooie boeken willen maken. Maar ook in het zakelijke verkeer blijkbaar een soort directiepositie en een hele goede vader willen zijn. En dan ook nog met mijn vrienden heel veel bier drinken en een leuk huwelijk hebben. En weet je, dat gaat toch allemaal niet? Dan ga je toch kapot? Je bent gestopt met het huwelijk. Dus niet boven je macht uittillen. Dat is eigenlijk de moraal van dit boek. Kijk, prima moraal. Je boven je macht uittillen. Je hebt ook meteen nog eventjes de afgelopen dagen jouw talent ingezet om de politiek ook een handje vooruit te helpen. Oh, heb je dat gezien? Ja, want net als Ron van Dijk heb jij een eigen Twitterpagina. En jij hebt ervoor gezorgd dat die lui van dat Kunduz-akkoord of het Lente-akkoord, of hoe het dan ook allemaal mag heten, dat die eindelijk voorzien zijn van een nieuwe naam. Ja. Het is gelukt, want Femke Halsema die is helemaal om. Volgens mij een hele GroenLinks-fractie. Ja. Wat is jouw alternatief? Het heet de TAFKAK. TAFKAK. Ja. En TAFKAK is? The Agreement Formerly Known as Kunduz-akkoord. Kijk. En dat was heel grappig. Dat werd gisteren stond dat opeens inderdaad op als meest besproken onderwerp op Twitter. Dat was heel leuk om te zien. Het was trending topic. Ja. Jij was trending topic. Ik ga er nooit meer overkomen. Ja, dat is leuk. Elsevier heeft het overgenomen, volgens mij online editie van HP De Tijd. Ja. Het is je gelukt. Het is me gelukt. Je gaat, als je niet al de boeken ingaat met deze fantastische roman, de man die in zijn eentje de Olympische Spelen organiseerde, dan toch tenminste als munter van de term TAFKAK. Ik dank je hartelijk. Dank je. Erik-Jan Harmans. Dank je. En ik hoef u natuurlijk niet eens meer te vertellen dat zijn roman straks na afloop daar te koop is en dat Erik-Jan ongetwijfeld bereid is om te signeren. Als hij een duim de lucht insteekt, dan is dat een ja. Dat is een ja! Dames en heren, vast onderdeel bij Literatuur Late Night is de literaire agenda. Ik maak u wegwijs door de literaire wereld, de evenementen die de komende paar weken op stapel staan. En laten wij daarvoor beginnen bij 16 mei. We gaan naar Amsterdam, de nacht van de Europese literatuur. In verschillende Europese hoofdsteden wordt deze dag evenementen georganiseerd rond de auteurs van het nieuwe Europa. In Amsterdam hebben we daar onder andere Jean Materne, Joke J. Hermsen, John Burnside en iemand met een heel moeilijke naam, Mircea Tartarescu. Wat zeg jij? Voilà. U kunt daar alles over nalezen op www.oba.nl. Dat is op 16 mei. Op 19 mei kunt u met z'n allen naar 's-Hertogenbosch voor het festival Geen Daden Maar Woorden. Het is alweer de 7e editie van een festival dat al langere tijd in Rotterdam bestaat. Schrijvers lezen daar vooruit eigen werk, worden geïnterviewd. Er zijn films te zien gebaseerd op literair werk. Er is muziek, er is theater. Onder andere Jan van Mersbergen is daar te gast. Robert Vuistje, Bernlef, Eefje de Visser. En waar moet u dan zijn? U moet zijn bij de Verkadefabriek. En u vindt alle informatie op www.gdmw.nl. Geen daden, maar woorden alle. Informatie die ik hier nu noem, die vindt u overigens ook terug op de site van Literatuur Late Night. Dus u kunt ervoor kiezen om al deze URL's te onthouden of die ene literatuurlatenight.nl. Ik raad u aan dat laatste te doen. Puur gelul in Den Haag op 20 mei. Een manifestatie vol overdonderend zinloos verbaal geweld.
Auteurs die daar optreden, onder andere Jules Deelder, Nico Dijkshoorn en Erik-Jan Harmens. Dus alle 20 mei naar het Paard van Troje in Den Haag voor puur gelul. Dan is het tijd voor een potje schaamteloze... Oh, het gaat helemaal mis. Nee, ik zit te kletsen. 31 mei, we gaan niet schaamteloos zelf promoten. We gaan naar 31 mei avond van het spannende boek. U ziet Peter Buwalda afgebeeld. Hij is eerder te gast geweest bij Literatuur Late Night. Hij treedt daar op samen met Thomas Ros, Charles den Tex, Simone van der Vlucht. Dat alles in Felix Meritus op de Keizersgracht is dat. Maand van het spannende boek.nl. Krijgen we dan nu? Nee, krijgen we nog steeds niet. De geest moet waaien. Dat is in Arnhem, 1 tot en met 3 juni. Derde editie van dit festival. Tommy Wieringa treedt op, Tom Lanois, A.L. Snijders, P.F. Tomeessen. Jebbe Willems is daar te gast. Wintertuin.nl kunt u alles nalezen als u zin heeft op af te reizen naar Arnhem. Moet er maar zin in hebben. 1 juni dan, Literatuur Late Night. U kent het wellicht. Wij hebben dan te gast Margriet de Moor over haar laatste roman De Schilder en het Meisje. En Peter Terrin over zijn nieuwe boek Postmortem. Muziek hebben we, zijn we heel trots op, Anne Soldaat. En als het goed is, wordt dat gepresenteerd door Abdelkader Benali. Maar je weet het met hem maar nooit. Misschien zit hij weer in Syrië en dan ziet u mij weer terug. Dat op 1 juni. VPRO Boekenfestival in Amsterdam op 2 juni. Wie hebben we daar allemaal te gast? John Irving, Arnon Grunberg, had het wellicht zelf al vermoed. Franka Treur, Esther Gerritsen en opnieuw A.L. Snijders. Ja, wilt u daar meer over weten, dan kijkt u op http://weblogs.vpro.nl/leden2012/05/01/vpro-boeken-festival. Maar u kunt natuurlijk ook even kijken op de website van Literatuur Late Night. Laten we... Hey, komen we toch nog met de schaamteloze zelfpromotie. 27 mei, bladert u even terug in uw agenda. De orde van de dag, laatste aflevering van deze hyperactuele satirische theatershow in de Stad Schouwburg in Utrecht. Gepresenteerd en geschreven door onder andere mijzelf, maar vooral ook Jebbe Willems. Circus Treurdier verzorgt daar de muziek. Regie in handen van Greg Notrot. Dat alles op 27 mei in de Stad Schouwburg Utrecht. Allen daarheen. En in de tussentijd kunt u boeken lezen. Dat kunt u in de trein doen. Op weg naar Arnhem, op weg naar Den Bosch of op weg naar Utrecht. Amsterdam mag ook. Lees bijvoorbeeld Peter Terrin, Postmortem. Die is te gast bij Literatuur Late Night. Dan weet u al een beetje waar het over gaat. Tanja Heijmans, de uitzonderlijke gave van William Praise. Of leest u het boek van Nelleke Noordervliet, het nieuwe boek Vrij Man. Dames en heren, tot zover de literaire agenda. En... voor de vaste gasten zal het u ook niet verbazen dat dit het moment is waar ik eindelijk 10 minuutjes mijn mond ga houden. Ik heb de eer om onze muzikant van dienst aan te kondigen. Het is deze keer Kees Mayfield. Hij won in 2010 de publieksprijs bij de Grote Prijs van Nederland. Hij bracht in eigen beheer al enkele EP's uit voordat hij in februari van dit jaar debuteerde met het album Many Colored Beast. Hij was enkele dagen daarna al te zien en te horen bij De Wereld Draait Door, waar hij niet alleen het publiek plat speelde, maar het bovendien ook voor elkaar kreeg om presentator Matthijs van Nieuwkerk met zijn mond vol tanden te laten zitten. Te staan met zijn armen over elkaar. U kent het beeld. Begin vooral niet met stomme vragen over zijn geboorteplaats Volendam. Laat hem gewoon zijn liedje spelen. Dames en heren, mag ik uw aandacht en een warm applaus voor Kees Mayfield. Thank you.
if they beg, just kill them twice. Cover miles and miles, traverse with all your might. Zo heel erg stil. Het is een bibliotheek, dus op zich. Things, where did all the sweet things go? Where did all the great things, where did all the neat things, where did all the right things go? I don't
good folks? Where have all the nice folks? Where have all the sweet folks gone to? Where have all the great folks? Where have all the neat folks? Where have all the swell folks gone to? Ik word er helemaal rustig van. Gaat hij nog? Dit lied gaat over de OV-chipkaart. Understands that doesn't want to see any more of his people dying. Cities of dust, people of sand. Remember what your king once said while saying he was probably too busy lying. A crown makes a king, a king makes a throne, and a throne makes a target for where to throw the stone. The elected hands of the world can only hold a few, so think about it for a while and then decide if they'll do. As young colored man rips his naked chest right open and starts tickling his heart and make sure it's not broken. There's no point in pointing, oh, no need for needles, no rules worth ruling, no deeds worth doing. A king, a king makes a throne, and a throne makes a target for where to throw the stone, where to throw, where to throw the stone, oh, where to throw, where to throw the stone.
If you can't evade my voice, but you're making you depressed, please go home, take a piss and get some rest. As worn out young men can't cope with the temptation, they start burning down the town out of anger and frustration, making all the women and children cry. They do not salute the ones who are about to die. A crown makes a king makes a throne, and a throne makes a target for where to throw the stone. Where to throw, where to throw the stone. Oh, where to throw, where to throw the stone. En een lied over de OV-chipkaart. Dit was Kees Mayfield. Kees, heb je cd's meegenomen die mensen straks kunnen aanschaffen bij jou? Nee. Wat stom. Je hebt een hele zaal vol fans gemaakt. Zij moeten gewoon naar de platenzaak. Dat overal kan. Te koop, toch? Dat kan, ja. Kijk, onthoud de titel The Many Color Beast van Kees Mayfield. En daar allemaal morgen om vragen. Geef hem nog een keer een applaus. Kees Mayfield. En onze volgende literaire gast. Hij debuteerde in 1959 met de gedichtenbundel Kokkels. Maar zou nog zo'n 35 romansbundels, toneelstukken uitbrengen, voordat hij in 1984 dan doorbrak met de roman Hersenschimmen. In Nederland inmiddels meer dan 1 miljoen exemplaren zijn daarvan verkocht. Tientallen landen is het vertaald. Hij ontving vele prijzen, waaronder de PC Hoofdprijs, Constant Huygensprijs, ACO Literatuur. Was de auteur van het Boekenweekgeschenk, de Pianoman. En dit jaar, om zijn 75ste verjaardag te vieren, verschijnt een speciale jubileumuitgave met alle verzamelde gedichten. Hier vanavond is hij te gast om te spreken over zijn nieuwste verhalenbundel. Help me herinneren, dames en heren, een applaus voor Bernlef. Welkom. Het boek Help me herinneren, daar gaan we met elkaar over spreken. Alleen staat me toch iets tegen of iets wat me van het hart moet, waar we misschien eerst even goed over moeten hebben. U heeft in een interview u laten ontvallen dat het spreken over zo'n boek nader jaren aan werken toch een beetje aandoet als spreken over opgewarmde prak. Nou ja. Van waar dat gevoel? Nou ja, kijk, weet je wat het is? Op het moment dat ik het manuscript inlever, dat is dan ongeveer een half jaar voordat zo'n boek verschijnt. En dan ben ik ondertussen alweer met wat anders bezig. Dat is het. Kijk, als ik daarna helemaal niks meer gedaan had, dan zat ik handen wrijvend te wachten op de verschijningsdatum. Want het is echt vandaag. Ik zie het boek dus ook voor het eerst. Mijn uitgever heeft het zelfs nog niet gezien. Die is hier speciaal vanaf de drukkerij naar de boekhandel hier gebracht. Zodat het boek hier nog is vanavond. Maar dan is er dus al ruim een half jaar overheen gegaan. En dan ben ik al met andere dingen bezig. Het is een beetje denigrerend tegenover mezelf en tegenover iedereen om over een opgewarmde prak. Maar mensen verwachten in een interviewsituatie altijd dat je doet alsof je het gisteren geschreven hebt. Begrijp je? En dat is natuurlijk niet zo. Ik heb er al een zekere afstand. Ik herinner me dat boek, ja. U herinnert zich het boek Help me herinneren. Nee, het is wel een speciaal moment, want het zou dinsdag pas in de winkel liggen. Ja, dat is nog steeds het geval, ja, dinsdag pas in de winkel. Ja. Nu voor het eerst in handen. Voelt het als opgewarmde prak? Laten we eerst even ruiken. Ja, laten we dat even doen. We zijn erbij met z'n allen. De geur van boeken wordt er niet beter op.
volgens mij. Een beetje zuurig, maar ja. Hoe waren boeken ooit dan? Ja, de geur was wat ronder. Als je dat van de geur kunt zeggen. Maar ja, het is natuurlijk onzin. Het was ooit ronder en nu is het zuurig. Ja, een beetje. Wat een ontwikkeling, hè? Ja, misschien heeft het te maken met de ontwikkeling van de hele boekhandel. En hoe ruikt eigenlijk een e-reader? Die ruikt niet. Nee, kun je zo goed niet doen. De eerste pagina van het boek, daar beginnen we met een citaat van een Franse schrijver, Patrick Modiano. Ik spreek het maar Italiaans. Modiano, uit. Ja. Ja. We hebben het hier achter ons, de Franse tekst staat hier en in het boek. Dan moet ik het natuurlijk vertalen. Nou, ik wil dat ook best zelf proberen te doen. Nou, doe jij het maar dan. Ja? Ja. En toch onder de deken van de vergeetachtigheid voelt men dat er iets is, zo nu en dan. Een echo van lang geleden, mat, bof, maar... Ja, zoiets. Pardon? Ja, nee. Maar men is niet in staat om te zeggen wat precies. Nou, als dat wat minder houterig ging, dan was er misschien ook een zin uitgekomen. Nee. Onder die dikke deken van de vergeetachtigheid voelen we dat er nog iets is. Maar ja. Wat precies weten we niet. Nee. U kiest ervoor om een boek te openen met dat citaat. Allereerst, wat bezielt schrijvers eigenlijk om met zo'n citaat te beginnen? Waarom doen schrijvers dat? Soms uit ijdelheid. Maar soms ook om... het pronken met andermans veren. Kijk, een boek begint met een citaat van Shakespeare... en dan zit je al half goed, weet je. Tenminste, ja, dat is indruk maken op het publiek. Maar in dit geval... deze zinsnede van Modiano... een auteur waar ik overigens ongelooflijk van hou... geeft precies weer waar deze verhalen over gaan. Ik had het... zelf niet zo kunnen formuleren. He, dat er is iets, het verleden is eigenlijk verloren gegaan. Er zijn zo nu en dan nog brokstukken van over die drijven naar boven. Je hebt het gevoel dat je iets te pakken hebt en tegelijkertijd weet je dat het alweer half verloren is gegaan. Begrijp je, onder een dikke deken ligt het en... Zo nu en dan komt daar nog iets uit te voorschijn. Ik bedoel, het hele leven bestaat... Ja, wat wij onze herinnering noemen, dat is een residu van leven. Ik heb nu 75 jaar geleefd. En wat heb ik eraan overgehouden? Een handjevol beelden. That's all. Dan heb je dat. Dat doe ik ook niet tragisch of moeilijk over, maar dat is wel waar. Dat is wel zoals het is. Modiano, dat is hoe ik het uitspreek. Nou, de Fransen zeggen Modiano. Dan zullen we dat maar overnemen. Maar het is een Italiaanse naam natuurlijk. Maar zijn oeuvre, dat kenmerkt zich door een grote nadruk op herinneringen, melancholie. Ja, ja, het gaat allemaal over het geheugen. Ja. Ook uw oeuvre heeft dat heel vaak in zich. We gaan het hebben over die fascinatie voor herinnering, voor het geheugen. Maar allereerst, heeft u zelf een goed geheugen? Nee. Nee? Nee, een uitermate slecht geheugen. Oei. En daar ben ik niet rouwig om. Nee? Ik heb eens een keer een gesprek gehad met AFTA van der Heijden. Die over een absoluut geheugen... Nou, absoluut. Dat is ook weer zoiets. Maar een heel goed geheugen. Die zei tegen mij, toen ik jou 6 jaar geleden... met Quedo tegenkwam, waar hij toen nog uitgaf, toen had jij een oranje broek met een groen jasje en je zei toen tegen mij dit of dat of dat. Nou, ja, ik had zoiets van, ik geloofde hem natuurlijk wel, maar ik dacht, wat een belasting moet dat zijn als je van dag in dag uit al deze nutteloze onzin met je mee moet slepen. He? En ik ben dus, eigenlijk ben ik blij met al die vage, ja,
je kan niet zeggen gaten, maar in ieder geval het onbestemde wat mij omgeeft en waardoor ik nou juist mijn verbeelding aan het werk kan zetten om al die vage plekken in te vullen. Dus ik ben blij dat ik niet zo'n heel goed geheugen heb eigenlijk. Ik denk ook dat de meeste kunstenaars niet zo'n goed geheugen hebben. Oh nee? Nee, want dan blijft er niks over om... Je hebt die lege plekken nodig om in te vullen. Als die allemaal al vol zitten met allemaal indrukken, dan is het, lijkt mij, heel moeilijk om nog iets nieuws te verzinnen. Het schijnt dat bij het ouder worden herinneringen aan de jeugd makkelijker naar boven komen. Dat zegt men, ja. Is dat zo? Tot nu toe niks van gemerkt. Niets? Nee. En niet rauw? Nee, ik bedoel, nou... Maar ik kan me ik voorstellen zou het dat... Ik zou het wel eens leuk vinden van... Hoe voelde het aan dat ik om het derde jaar aan het strand nat zand tussen mijn vingers door liet gaan? Dit verzin ik dus, hè? Dit herinner ik me niet. Je bent nooit op het strand geweest. Jawel. Oh. Ja, dat, nou weer wel. Maar in ieder geval, zo'n hele bijna zintuigelijke herinnering vanuit de vroegste jeugd. Ja, sommige mensen schijnen dat te hebben, maar ik heb het... Tot nu toe nog niet meegemaakt. Maar ja, wie weet. Wat is de oudste herinnering die u heeft? Die is heel oud. Eerst geloofde ik ook niet dat het mijn eerste herinnering was. Maar tot ik het checkte met mijn moeder. Ik stond in de box. Dus waarschijnlijk kon ik wel staan, maar nog niet lopen. En ik zag een... Ja, een soort vage lap voorbij dwarrelen met zwarte en witte strepen. En ik riep, Oeli, Oeli. Ja, neem me niet kwalijk, het is volkomen belachelijk wat ik... Maar goed, op een gegeven moment had ik het met mijn moeder, die toen al... tegen de 80 liep, had ik het over deze herinnering. Ik zei, wat moet ik hier? Toen zei ze, nou, dat zou wel eens kunnen kloppen. Want wij woonden toen in Jutphaas en wij hadden een Duits dienstmeisje. Dat had je in die tijd dus nog. Hè? Ik ben van 37, dus dat kon nog niet. Een Duits dienstmeisje, een meisje... En die heette Oela. Dus ik dacht, ja. En dat is dus mijn allereerste herinnering. En dat is dus echt heel bijzonder, want de meeste kinderherinneringen beginnen zo rond de 3-4 jaar. Daarvoor is er niks. Maar kennelijk, ja, waardoor weet ik niet. Ik denk dat ik heel dol was op dat meisje en... Bang was dat ze weg zou gaan of zoiets. Zoiets. En van deze anekdote, hoeveel heeft u daarvan erbij verzonnen? Nee, hier heb ik niks bij verzonnen. Nee, echt niet. Hand op het nee, hart? Nee, hand op het hart. Echt. Nee. Voor de rest ben ik een enorme leugenaar. Maar nee, dit is echt zo gebeurd. Hierom een boek vol leugens... Help me herinneren. Ja, tuurlijk. Allemaal korte verhalen. Hoeveel in totaal? 18 of 19 of zo. 18 of 19, precies. Waarom zouden we dat gaan opzoeken? Heel breed register wordt bespeeld. Van mannen van uw eigen leeftijd naar kinderen, vrouwen. De doden komen zelfs te sprake. Elk land wat we kunnen verzinnen. En allemaal... Eén thema, het geheugen, het herinneren. Ja. En het herinneren eigenlijk als bezwering van het verliezen van grip op het leven. Is dat een analyse die een klein beetje aansluit bij de gedachten van de schrijver? Nou, niet, ja, voor een deel natuurlijk is dat zo, heb je wel gelijk in, maar... De mens, ik bedoel, wat wij ons ik, onze persoonlijkheid noemen, bestaat, dat is ons geheugen.
Dat is die wonderlijke verzameling beelden en klanken en dingen die er in ons hoofd zitten en die op de meest onverwachte manieren en de meest rare combinaties naar boven kunnen komen. En dat is wat iemand tot een unieke persoon maakt. He? En dus als je het, de essentie van iemand bestaat uit zijn geheugen. Maar het rare is natuurlijk van wat blijft er nou. Wat is nou. Je kunt zeggen, ja, je hebt mensen die hebben de meest vreselijke dingen in hun leven meegemaakt, weet je wel. En aan het eind van hun leven, wat blijkt dan? Dat ze de lichtval op de veren van een merel die op een vensterbank zat in 1957. Dat is het ultieme laatste beeld wat met enorme kracht op ze afkomt. En dan denk ik, ja, dat is dus kennelijk de essentie. Maar wat die essentie nou precies is, dat ontglipt mij. Ik weet het niet. Het is ook nooit zo, mensen denken altijd dat het geheugen bestaat uit een soort, dat het een soort fotoalbum is, wat je naar believen kunt opslaan en doorbladeren. Maar dat is helemaal niet zo. Het is een fluctuerend, een soort aquarel die je altijd maar in beweging is. En onder invloed van wat je overdag meemaakt, duiken al die dingen uit je verleden weer op. Maar en je kunt proberen ze vast te leggen. Maar aan de andere kant, en dat is in mijn verhalen heel vaak zo, dat aan de ene kant is het de behoefte om alles vast te leggen, en aan de andere kant ook het gevoel dat je door ze vast te leggen dingen verliest. Dus dat je ze ook moet, dat je ze ook weer los moet laten. Ik geloof, diepzinniger kan ik het niet. Hiervan ook, het manuscript is al lang en breed ingeleverd, maanden geleden bij de uitgever. Dan gaan we de herinnering, het geheugen tarten. Deze verhalen, welk verhaal is u nou het meest dierbaar? Is daar iets wat er met kop en schouders boven uitspringt? Ja zeg, ik ben er gek. Dan gaan mensen straks op internet naar het verhaal zitten zoeken en dan kopen ze het boek niet. Nee hoor. Kijk, een verhalenbundel is altijd, iedere keer begin je een verhaal met een ander akkoord, zal ik maar zeggen. Dus die verhalen zijn allemaal verschillend, maar ze hebben wel één thema waar we het nu over gehad hebben. Hè? Maar er zijn een paar verhalen die mij buitengewoon dierbaar zijn. Waarvan er één is. Want daar waar je natuurlijk naartoe dat ik het voorlas. Oh nee hoor. Oh, hoeft dat niet? Oh nee, dan niet. Liever niet, want ik vind het voorlezen van proza altijd een beetje dom. Met poëzie heb ik altijd zoiets van, ja, als ik het voorlees, dan kunnen mensen wel eens het gevoel hebben van, oh, als je het zo, ja, dan zit er wel wat in. Maar proza, ik bedoel, iedereen die op school is geweest, kan het zelf wel lezen. Dus u wilde naar het verhaal De Deuk? De Deuk, ja. Het is een verhaal over een tweeling, twee zussen, allebei zijn 70 geworden net. En de een belt de ander, hebben al lang geen contact meer gehad. Nee. En ze besluiten dan met z'n tweeën, of eigenlijk degene die belt, die heeft dat plan al gesmeed, die sleept de andere dame mee, om hun geboortehuis nog eens op te zoeken. Ja, ja. Waarom is dat verhaal u zo dierbaar? Nou, omdat daaruit blijkt dat mensen die in dezelfde omstandigheden zijn opgegroeid, en tweeling is dat natuurlijk meestal het geval, dat die mensen heel andere herinneringsbeelden met zich meedragen. Alsof ze in twee verschillende werelden zijn opgevoed, terwijl ze in dezelfde wereld zijn opgevoed. Maar een geheugen werkt dus zo selectief en zo persoonlijk, dat mensen heel andere beelden daarvan overhouden. En dat is in dit verhaal ook zo.
Hè? Het ene zusje heeft gewoon in haar leven altijd ontkend dat haar vader gewelddadig was en sloeg. En de andere die loopt daarmee rond met die beelden van die gewelddadige vader. En dan komen ze op een gegeven moment in dat huis waar alles veranderd is. Niks meer is zoals het vroeger was. En dan na dat bezoek aan het huis komen ze in een soort loods van oude meubels. En wat blijkt dat de nieuwe bewoners hebben die oude meubels die een van die dochters gewoon in het huis heeft laten staan. Die heeft het niet eens, hè, dus die heeft het niet eens uitgeruimd. Dus die mensen hebben die troep allemaal naar een opkoper gebracht. En die woont even buiten het dorp. En die heeft er een grote loods. En dan lopen ze met z'n tweeën rond. En vrouw die in haar hoofd heeft van de gewelddadigheid van de vader, die ze goed herinnert, ziet op een gegeven moment tussen al die rommel, ziet ze de krantenbak, zo'n koperen krantenbak staan, waar een deuk in zit. En ze herinnert zich dat haar vader in een van zijn talloze woedebuien die deuk in die krantenbak, die koperen krantenbak, heeft getrapt. En die krantenbak wil ze kopen. Dus ze neemt hem mee naar die opkoper. En die zegt, mooi. En die loopt naar achteren. En twee minuten later komt hij terug en zegt hij, ja, die buts heb ik er even uitgeslagen. En dan wil die vrouw die krantenbak niet meer. En daar begrijpt die man helemaal niks van natuurlijk. En die zus begrijpt er ook eigenlijk niks van. En ja, zo'n tournure, dat zo'n man die van niks weet, die deuk eruit slaat. Ja, dat maakt zo'n verhaal goed natuurlijk. Als u dit verhaal navertelt, vertelt u dan een verhaal na, herinnert u vooral, dit heb ik ooit geschreven, ooit bedacht? Of is het inmiddels een herinnering geworden? Is het een verhaal dat op zichzelf bestaat? Nou, het is een herinnering aan een verhaal wat ik heb geschreven natuurlijk. En ik kan het niet zo goed navertellen als ik het geschreven heb. Dat is natuurlijk, tenminste, dat mag ik hopen. Maar het is niet zo dat een verhaal eenmaal verzonnen, eenmaal op papier gezet, zo'n nieuwe waarheid wordt, dat een verhaal is in het hoofd, met ook weer allerlei zijtakken die niet eens in het verhaal staan, in het boek opgeschreven zijn. Nee, het is eerder zo dat Als je eenmaal iets opgeschreven hebt, de aanleiding van het verhaal, soms van autobiografische aard, soms ook niet, die wordt geheel verdrongen en die maakt plaats voor het verhaal. En ik denk dat het eigenlijk altijd zo gaat, dat mensen beginnen met zich dingen te herinneren en zo gauw ze daar met elkaar over gaan praten, worden het verhalen. Het wordt allemaal, op den duur wordt je hele leven fictie. En dat is helemaal niet erg, maar zo loopt dat proces. Aanleidingen van de verhaal. U heeft dus gezegd dat om een verhaal te kunnen beginnen, heb ik een locatie nodig, een plek. Ja, dat is heel... Waarom dat is, weet ik eigenlijk niet, maar dat is zo. Ja, ik moet altijd een landschap, een locatie hebben en dan pas kunnen de personages tot leven komen. Ja, zoals ik heb vergelijk het altijd met een schilder die eerst een onderschildering maakt en dan pas de werkelijke voorstelling erin kan projecteren. Dat is bij mij ik moet een landschap, een sfeer, ja, dat heb ik nodig, om anders kan ik niet verder. Het titelverhaal van deze bundel, Help me herinneren, het speelt heel nadrukkelijk af op twee plekken die ook vrij nauwkeurig worden beschreven. Ja. De ene is in New York, de Italiaanse wijk. En de andere locatie is Italië zelf. Ja.
Help me even de plek. Lingoyetta. Kijk, u doet dat zoveel mooier. Nou ja, ik ben er geweest, dus ik weet hoe je het uitspreekt. U bent er geweest en was toen al duidelijk, dit wordt de plek voor een verhaal? Oh nee. Of komt dat dan pas achter de schrijftafel, ik zoek naar iets? De tijd dat ik daar geweest ben, was 1970. Dus kun je nagaan. 30, 40 jaar later. Dat blijft in de herinnering, dat blijft ergens. Ja, ja. Ja, dan plotseling komen er dingen in je hoofd, die komen dan samen en dan... Dan wordt het een verhaal. Want dan is er wel dus al eerst het idee, ik wil een verhaal schrijven over een jongen die zijn geboortedorp verlaat. Ja. En ver over de zee ergens anders zit, geld verdient en brieven schrijft met zijn moeder. Dat idee is er dan al? Ja, nee, maar daar gaat het helemaal niet over. Ik bedoel, dat is er ook wel hoor, maar waar het om gaat is dat een... jongen, een Italiaanse jongen, naar New York gaat en brieven schrijft aan zijn moeder die niet kan lezen. En die dus een andere vrouw nodig heeft om die brieven van hem voor te lezen en die ook haar antwoorden moet opschrijven. Dus er zit een soort derde intermediair zit ertussen. En op een gegeven moment... Die moeder, die krijgt een hersenbloeding, die kan niet meer praten, communiceren. Maar die andere vrouw, hè, dus die als een soort postillon d'amour tussen die twee functioneert, die gaat door met antwoorden te schrijven op de brieven van die de jongen naar huis schrijft. En dan komt die jongen pas vrij laat achter. Ja, want... komt hij later achter en dan zegt zij, op een gegeven moment zegt zij... Wat ik toen net ook heb gezegd, van het maakt niet uit, het worden allemaal verhalen. Want hij schrijft brieven naar huis, vraagt om, help me herinneren, hoe was het vroeger? Ja. En die vrouw is dat gaan doen, in eerste instantie namens de moeder. En daarna, omdat moeder ziek... Nou, daarna begint zij dus haar eigen herinnering in de strijd te werpen. En het rare is dat die jongen dan, in gesprek met haar later, zegt... Toen ik dat las, toen dacht ik, ik herinner het me niet. Maar ik dacht, misschien ben ik het vergeten. En dus haar verzinsels worden als het ware door hem toegeëigend en opgenomen in zijn eigen geheugen. Waarvan je kunt zien hoe fictioneel het allemaal is. Hoe onbetrouwbaar ook. Maar dat vind ik ook wel mooi. En dat het uiteindelijk misschien helemaal niks uitmaakt. In wezen maakt het niks uit. U heeft ook uw eigen in memoriam geschreven. Ja. Dat is dan nu. Ja, hoe zeg je dat? Een herinnering aan iets wat nog moet gaan komen? Ja, ik dacht, laat ik het maar voorwezen. Ja, laat het maar voordat iemand anders die taak op zich neemt. Het was angst dat iemand het zou verprutsen. Nee, kijk, dit verhaal is eigenlijk ontstaan uit... Op een gegeven moment werd ik opgebeld door een Vlaams-Nederlandse organisatie... die gezeteld is in Oostende. En die heet De Buren. En dat gaat dus, wat de naam al aangeeft, over de culturele uitwisseling tussen Nederland en Vlaanderen. En die hadden kennelijk een serie gemaakt waarin iemand een necrologie moest schrijven over een nog bestaand iemand. Ja, nou ja. Dat is een beetje een raar idee, maar het heeft ook wel wat. Dus toen werd ik opgebeld of ik niet iemand wist die mijn necrologie... Ik zeg, ja, je denkt toch niet daar mijn vrienden mee gaan opzadelen, zeg. En die schrijven dan een necrologie over mij en dan vervolgens zeg ik, ben je nou helemaal besodemieterd? Dus ik zeg, dat kan ik mijn vrienden niet aandoen, maar ik wil het wel zelf doen. Oh, wilt u dat? Ik zeg, ja, waarom niet? Dat heb ik dus gedaan. En op grond
wat ik toen heb geschreven, heb ik later dit verhaal in die bundel gemaakt. Ja, waarom niet? Over je graf heen regeren heet dat toch, geloof ik? Zodat we u altijd zullen herinneren zoals u zelf de wereld in wilde zijn. Nou, dat lukt nooit iemand, want er zijn weer andere mensen die dan na je dood nog leven en die de meest krankzinnige verhalen over je gaan rondstrooien. Dus. Nee, een greep op je eigen leven zul je nooit hebben. U laat wel steeds verhalen achter. U zei net van tevoren, ik word er verdorie steeds beter in. Ik heb meer ideeën dan ooit en ik word steeds beter. Waar zit dat beter worden in? Is dat alleen ervaring? Of? Daar heeft het natuurlijk ongetwijfeld mee te maken. Maar het is nu zo dat je begint met een zin. En hoe moet dan de tweede zin? Die tweede zin die moet. Je hebt met betekenissen te maken, maar je hebt ook te maken met ritme, met muziek, met taalmuziek, met klanken. Hè? En vroeger kostte me dat moeite om al struikelend tot een versie te komen dat ik denk, ja, nu ben ik tevreden met zoals die zinnen achter elkaar staan. Nu gaat het langzamer. Maar het is, ik zal niet zeggen perfect, perfect is het nooit. Maar ik weet wel, als ik die eerste zin eenmaal heb, dat die tweede zin ook precies klopt. En de derde en de vierde. Dus vroeger had ik, als ik een roman schreef, had ik twee vuilniszakken met versies. 8, 9 versies. En dat is niet meer zo. En ik schrijf nu veel korter in tijd. Een uur of 3, 4 hooguit. En vroeger 6, 7 uur. Maar het resultaat is eigenlijk hetzelfde. Ideaal? Ja, eigenlijk ideaal, ja. Ja, ja. Dus nee. Ja, je doorziet veel gauwer waar je uit de bocht dreigt te vliegen. Maar het uit de bocht vliegen op zichzelf is natuurlijk ook weer heel leuk, maar dat is wel een, dat is wat met de jeugd te maken heeft. En dan kom je ook nog eens ergens. Maar je komt ergens meer? Nou, ja. Ik kom nog wel ergens, maar het wordt allemaal veel geconcentreerder. Het is allemaal, ik weet nu wel ongeveer wat mijn gebied is, mijn weilandje. En al die wijze vergezichten van vroeger, daar kan je nog wel eens met een zekere nostalgie aan denken. Maar dat waren toch vergezichten die voor mij niet te realiseren waren. Want je hebt natuurlijk ook allerlei dingen die je gewoon niet kan. En die je in de loop van je leven opgeeft. En dat hoeft niet uit te lopen op een soort teleurstelling. Maar dat je op het gebied waar je langzamerhand leert, waar je wel goed in bent, om daar ook heel geconcentreerd mee bezig te zijn. En daar een soort diepgang in te krijgen die je vroeger misschien niet bezat omdat je zoveel tegelijk wou. En denkt u dan niet in die herinnering, in dat geheugen, met een klein beetje jaloezie terug aan de jonge Bernlef? Nee, niet echt met jaloezie, maar het leuke van een kunstenaar die pas begint is dat hij niet zoveel weet. Dus hij doet maar wat. En hij is overal enthousiast voor en hij is voor alles in en hij loopt achter modes aan en hij probeert dit en hij doet dat. En dat heeft natuurlijk iets heel, dat is iets heel leuks natuurlijk, dat je steeds maar weer dingen oppakt en het kan zus en ik kan het ook nog eens zo en misschien
kan ik ook een boek achter ze voren schrijven, weet ik veel wat je allemaal... En het was natuurlijk in de jaren 60, was de hele romankunst in Europa althans op zeer experimentele leest geschoeid. Dus we moesten allemaal af van die naturalistische roman en het moest allemaal experimenteel. En daar heb ik ook driftiger meegedaan en dat was een hele leuke periode. Alleen, ik merk na 10 jaar dat dat mijn stil niet was. Dat ik daar mezelf niet in kwijt kon. Dus daar heb ik op een gegeven moment van afgezien. Maar het was wel, buitenspelen. En dat was leuk, buitenspelen. Maar je kan niet je hele leven buiten blijven spelen. Maar het ja zeggen van de jonge schrijver Bernlef, ik heb de indruk dat u het nog steeds doet, want vanaf maandag een week lang te gast op de radio, u heeft ja gezegd tegen het programma van Maartje van Wegen, Radio 4. Wat nou dat, ja, ik weet niet of Maartje van Wegen het presenteert, dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik wel. Oh, nou ja, er is een andere juffrouw bij mij geweest. En die heeft mij uitgehoord over mijn muzikale keuzes. En ik heb daar ook lang over nagedacht hoor, want Radio 4 is eigenlijk mijn vijand. Ja, nee, ik Hoe ben... Dat? Nou, ik ben van modern lawaai en onzin in de muziek en veel jazz en kabaal. Dus dan moet je natuurlijk niet bij Radio 4 zijn, want natuurlijk... Infiltreren. Ja, vreselijk. Want die mevrouw die me opbelde... Ja, infiltreren, daarom heb ik ook ja gezegd. Want die mevrouw die mij opbelde, die zei... Ja, u mag 5 muziekstukken uitkiezen. Maar niet te modern. Ik zei, wat bedoelt u met niet te modern? Nou ja, niet Louis Andriessen of zo. Ik zei, nou, dat was ik A niet van plan, maar B. Ik laat mij door u en door uw zendertje niet de wet voorschrijven. Maar ik begrijp best wat u bedoelt. Ik zeg maar geen Brahms, geen Mozart, geen Schubert, Wagner, Mahler, doe ik allemaal niet. Nee, maar ja, dat was toch nog wel. Dus ja... Ik heb wel dingen uitgezocht, weet je wel. Daar is Bejo en Erik Satie en... nou ja, nog een paar Satie is dingen. Toch geen kabaal? Nee, ik ben ze dus tegemoet gekomen. Okay. We gaan er vanaf maandag naar kunnen luisteren. Dus ja. Een week lang elke ochtend vanaf 10:30, Radio 4. Dus. Ja. En als u verstandig bent, dan luistert u daarnaar met op uw schoot de nieuwste bundel... Help me herinneren, dames en heren, dit was Bernlef. En u zou bijna denken dat we daarmee aan het einde zijn gekomen van dit programma. Niets is minder waar, ik heb u beloofd, de quiz. Dames en heren, u kunt... Ja, als u denkt, ik heb geld zat, ik loop gewoon meteen naar de winkeltje, dat kan. Als u denkt, ik heb geen geld zat, maar ik wil toch die 2 romans, dan doet u mee met de quiz. En die quiz die is uitermate eenvoudig. Het gaat als volgt. Als u mee wilt doen, dan gaat u nu, net als ik, staan. Kijk. Het eerste gedeelte van de quiz is al goed gegaan. U heeft zichzelf allemaal gekwalificeerd voor deze wedstrijd. Wij doen het als volgt. Ik stel een vraag, er zijn 2 mogelijkheden. En u steekt uw hand op voor het antwoord van u denkt, nou dat lijkt me het meest juist. Bijvoorbeeld die allereerste vraag. Welke schrijver die volgens de jury het Nederlands opnieuw doet zingen... werd onlangs geëerd met de prijs der Nederlandse letteren. Is dat linkerhand Leonard Nolens of rechterhand Cees Notenboom? Dames en heren, steekt u uw hand omhoog. Twijfelt u niet te lang, intuïtief maakt u de beste keuzes. En dan geef ik u het goede antwoord. Als u het goed heeft, mag u blijven staan. En anders gaat u lekker zitten. Het goede antwoord was de linkerhand. Ha, kijk, dat schiet meteen lekker op. Vraag 2. We gaan het hebben over de Inktaap 2012, de literaire jongerenprijs van het Nederlands taalgebied.
Welke schrijver won die? Was dat linkerhand omhoog David van Rijbroek of rechterhand Yves Petrie? Daar gaan al een paar handen, mensen die het vrij zeker weten, anderen twijfelen, steken, opgejut door hun buurvrouw, alsnog een hand op. En u bent opgejut om de rechterhand te mogen steken. Dat was een buitengewoon goede opjutting. Dames en heren, de rechterhanden Yves Petrie mogen blijven staan. En we dunnen lekker uit. We krijgen een plaatje, een boekomslag. En u mag mij vertellen, van welk boek is dit de omslag? Het echte boek heeft niet een wit vierkantje, dat is nou net de lol. Want daar stond de titel. De titel zou kunnen wezen De Regenboog of De Kunst van het Veldspel. Linkerhand voor De Regenboog, rechterhand voor De Kunst van het Veldspel. U bent goed gemêleerd in uw keuze. Had u gekozen voor de linkerhand, dan had u het fout gehad. Rechterhand is het juiste antwoord. En dan zijn we nog over met 1, 2, 3, 4, 5 personen. En iemand daar helemaal in de hoek? Nee, doet niet mee. Dan gaan we naar vraag 4. Wie won de Jongere Literatuurprijs 2012? Was dat aan de linkerkant Arjen Lubach? Of was dat aan de rechterkant Paul Murray? Handen de lucht in. Ja, denk na. Laat het u voorzeggen door de buurvrouw. Die had het net ook goed. U hebt geen idee. Dan ga ik het u gewoon vertellen. Het juiste antwoord is linkerhand omhoog. Arjen Lubach. Nou, eentje maar gesneuveld. Pijnlijk, pijnlijk, pijnlijk. Hebben wij nu 4 mensen rechtop staan, gaan we het met een shoot-out vraag doen. Wie het dichtste bij het juiste antwoord zit, die gaat er vandoor met die 2 romans. Het oudste boek van Europa is voor een recordbedrag, daar hoeft geen spatie tussen, gewisseld van eigenaar. Het betrof het evangelie van wie? Cuthbert? Uit de 7e eeuw. Nieuwe eigenaar is de British Library. Voor welk bedrag werd het verkocht? U heeft natuurlijk allemaal de kranten uitgespeld en u weet het antwoord makkelijk uit uw hoofd. Ik ga de microfoon onder uw snuffer duwen en vraag u om een schatting te maken. Dames eerst. Iets harder. 500.000? 500.000? Wat heeft u gezien voor zo'n boekje? 500, ja, weet ik veel. 500.000, we noteren het. Wat zou u zeggen? Ik probeer 40.000 pond. 40.000 pond. Oh ja, zijn we in euro's of in ponden? We zijn in euro's. Oké, 45.000 euro. 45.000 euro. 45.000... 500.000, wat zegt u? 3 miljoen. 3 miljoen. Kanonnen. 3 miljoen, wat zegt u dan? Geen flauw idee. Ah. Dat is goed. 900.000 euro. 900.000 euro. Dan gaat het tussen 2 heren. 900.000 is gezegd en wat zei u? 3 miljoen. Ja, daar gaan we. 900, het juiste antwoord. 10,8 miljoen. Dan denk ik. Ik ga u feliciteren. Wat is uw naam? Ludo. Ludo, je krijgt 2 boeken van ons. Je krijgt De Man die in zijn eentje de Olympische Spelen organiseerde. En het boek van Bernlef is door de heer Bernlef zelf alweer meegenomen. Dat moet u even zien te confisceren daar. Maar ik denk dat hij u garandeert dat u er een handtekening in krijgt. Mag ik een applaus voor onze winnaar van de Literatuur Late Night Quiz, Ludo. En daarmee zijn we dan nu toch echt aan het einde gekomen van Literatuur Late Night. Ik dank onze gasten Erik-Jan Harmens, Bernlef, Kees Mayfield. Ik dank u voor uw komst. Ik dank alle mensen achter de schermen die hebben gezorgd dat dit mogelijk werd. En ik dank mijzelf. Mijn naam is Oscar Kokke. Ik stuur u graag de nacht in en hoop u terug te zien bij de volgende Literatuur Late Night op 1 juni. Tot dan! APPLAUS